Beste kijkers, het is vrijdagmiddag 20 oktober rond de klok van 4:15. Goed moment om samen even naar de weekkaart van Ajax, Bel20 en het DAX te kijken. Om vast te stellen hoe naar alle waarschijnlijkheid week 42 de boeken ingaat. As we speak, 719 punten op het bord en dat betekent zonder meer een slechte bullenweek. De week 42 van oktober. In oktober gaat de boeken in als bearish engulfing patroon. Het zwarte lichaampje, de zwarte body beter gezegd, omarmt de voorliggende witte body. En het is wel degelijk een toppatroon. Met andere woorden, het gaat veel moeite kosten om boven de SMA-lijn te prikken. Die nu zo'n beetje rond 737 à 740 in het veld ligt. Betekent dat eindoefening voor de Bulls en voor de rest van het jaar geen hogere koersen meer? Vraagteken. Zover wil ik nog niet gaan, want puur charttechnisch gezien praten we over een negatieve overgangsfase. Met 715 tot 710 als vangnetten onder in het veld, daar liggen twee groene steunstrepen. Tel daarbij op, het is wat moeilijk zichtbaar, maar de RSI noteert onder de dynamisch oversoldlijn. Dus die stuurt wel aan op wat bodemvorming en de terugkeer van wat positief momentum. Maar de DBS die springt weer in het blauw zonder overigens de enter short closing stip. Dus wat dat betreft hebben we een beetje een tegenstrijdige mix van bevindingen en signalen. Betekent dat enige terughoudendheid? Wellicht wel. En we gaan eens kijken wat dat volgende week tot gevolg kan hebben. Een witte candle terug richting de SMA-lijn, dat houdt de Bulls in de race. Maar met deze voortgang, gelet op het totaalplaatje, denk ik dat het ook reëel is om te veronderstellen, mede gelet op de onrust in de wereld, dat we toch nog wat dieper kunnen zakken naar die groene zone, zoals genoemd op 7.15 tot 7.10. Oktober gaat daarmee toch wel als slechte maand te boeken in. Hetgeen verrassend is, want historisch gezien is oktober een van de betere beleggingsmaanden. Maar goed, dan krijgen de Bulls in november en december nog de kans om wat glans terug te brengen. Dat is allemaal van latere zorg. Voor nu de constatering dat in ieder geval misschien op het laagste moment, op het laagste niveau van de week gaan sluiten. De koers zakt nog wat weg naar 718.50. In ieder geval een slechte bullendag. Slechte bullenweek, beter gezegd, dat mag worden vastgesteld. Hoe is het bij de DAX? De DAX noteert 1,3% in de min. En daar zien we dat daar ook sprake is van een negatieve overgangsfase met diezelfde RSI weer onder die dynamische oversoldlijn. Dus ja, echt helemaal los zijn de beren niet. Ze blijven nog net kleven met een zwarte candle aan de SMA-lijn. Overigens ook als bearish engulfing patroon. En met swing min 5 is er nog wat meer ruimte richting misschien 14.500 even afgerond om daarna misschien de weg omhoog te vervolgen. Maar dan praten we slechts en alleen over een pullback. Op dit moment dus een breakout beweging, de eerste set onder, de eerste stap beter gezegd onder de SMA-lijn. En een breakout mag opdrogen, vervolgens een pullback om dan de trendbreuk, de mogelijke trendbreuk, te valideren. Dus dat betekent voor de DAX, als het binnenkort niet meer lukt om terug te keren boven 15.200 ongeveer, dan wordt het een penibele situatie voor de Bulls. Dan kunnen we daar ook richting de jaarultimo lagere koersen verwachten. In ieder geval ons opmaken voor een trendbreuk met dan uiteindelijk veel lagere niveaus als gevolg. Het positieve nieuws is, nogmaals gevoed door de RSI, dat er nog een opleving aan kan komen. Maar het mogen duidelijk zijn, niet eerder dan bij een solide witte candle boven de SMA-lijn, dan is het ergste leed geleden. En dan mogen de Bulls wel degelijk een vuist maken. De Bel20 tot slot is niet veel anders, ruim een procent ervan af. Ik heb even voortgeborduurd op de trading range configuratie, maar dat scenario moet ik loslaten. Ook hier zien we een bearish engulfing patroon met diezelfde RSI ook weer bij de dynamische oversoldlijn. En dat betekent dat alle indicatoren in de min staan, dat de downtrend een nieuwe impuls krijgt met de groene streep pas op 32,70. En dat betekent dat daar de beren nog wel wat extra ruimte hebben. En zeker met het wegslaan van de groene stippenlijn betekent dat de weg redelijk open staat. Maar nogmaals ook de RSI, en dat is misschien wel de reddingsboei op indexniveau, kan misschien nog zorgen voor enige verlichting, enige glans. Maar nogmaals, er moet veel meer gebeuren richting de jaarultimo. Willen we ons überhaupt nog kunnen gaan opmaken voor een eindejaarsrally? Dat is van latere zorg. Voor nu eerst bezien op indexniveau tot hoever de beren zullen reiken om vervolgens misschien toch wat rebounding te gaan zien. Ik wens je een plezierig weekend.